Een imaginair impasse. Kom hier en laat je zien. Mij laten zien? Ik zal je vernietigen. Ik ben Zarnot, een gevaarlijke robot van level 12. Met deze nieuwe ultravette wapens. Nieuwe ultravette wapens? En wat voor een schurk gebruikt de term ultravette wapens? Geen één, hij liegt. Jin, sst. Ik doe geen sst. Wij zijn ook krijgers. Werkelijk. Ik heb een draak met 4 hoofden afgeslacht met welgeteld 1 vinger. En ik heb een prinses gered uit een toren van 300 meter hoog. Wie hebben jullie verslagen, hm? Een kleine kakkerlak? Een piepklein hamstertje? Een idiote eland? Hoe, ha, hoe! Hé! Hey. Piepklein! Die was sterk! Fijn. Strakke actie, Jin. Wij verdienen hun respect en we hoeven niet te liegen om dat te krijgen. Wat een onzin. Ik ben liever cool dan dat ik de waarheid zeg. Ik ben de leugenvee. Wat? Ik lieg nooit. Oh, nee? Mijn rapport, dat is ontploft. Weet je zeker dat je dit niet hebt laten vallen? Natuurlijk ben ik 16. Wauw, ik lieg vaak. En ik kan er niks van. Je kan niet liegen tegen de leugenvee. De leugenvee? Ja, wanneer kleine jongetjes en meisjes leugens verspreiden, komt de leugenvee langs om zijn lesje te leren. Oh, dus je bent net als de tandenvee, maar dan heel erg stom. Stom? Jij zult wel anders gaan piepen wanneer ik je leugen tot leven wek. Ik leef! Ha, 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 ha. Laat me los! Anders gebruik ik je oren als gordijnen in mijn cyberzweefkasteel des doods! Eeuw. Jullie zullen allemaal opgaan in vlammen! En wat doen we nu? Stoppen met liegen en kijken of hij daar stil van wordt? Nee. Oh! Nee! Nou is er een ultravet wapen kapot! Ik heb een beter idee. Zarnot komt eraan! Goeie genade! Die kleine woefoevechters vertelden wel de waarheid! Zij verdienen toch ons respect. Bovendien is het technisch gezien geen leugen. Kijk, ik wil net zo min bespot worden als jij, maar weet je het wel zeker? We moeten het goed maken. De jongen een computerspel geven en het meisje een celebrity makeover. We hebben meer posters nodig. Hé, hey, stop daarmee! Hop, kom nou! Ik leef nu! Ik heb ook mijn rechten! Is die pop op een of andere manier stil te krijgen? Nee, niet de kist, niet de kist! En kinderen, zijn jullie gestopt met het verkondigen van halve waarheden? Ik dacht het niet, kijk maar naar de posters! Zarnot komt! Jullie gebruiken mijn anti-leugenmagie om meer leugens te verspreiden! Ik weet zeker dat als meester Jo hier een probleem mee heeft, dat hij het zal zeggen. Dus, wij gaan even verder. Heel goed. Zarnot zal bij elke leugen groter en groter worden. Alleen de waarheid zal hem kunnen verslaan. Ben ik nog steeds stom? Oh, helemaal niet. Ik vind je geweldig. En aantrekkelijk. Oh, kom op nou. Klaar voor operatie Yin en Yang, de stoere vechters? Het moet zijn Yang en Yin. Niet als je niet kan typen. Voor iedereen van Zarnot, eeuwige vijand van Yin en Yang. Onderwerp, jullie gaan er allemaal aan. Verzenden! U wordt bedreigd. Waarom zijn we nu ook alweer in een graanveld? Yin, weet je nou nog niet hoe je hele steden bang moet maken? Niet zegt enorme aanval duidelijker dan enorme voetafdrukken in het graan. Voetafdrukken. Het zal wel. Yangerang! Yinferno!
blote voetenafdrukken. Zarnot is hier geweest. Het is voetafdrukken. En feitelijk is Zarnot er nu ook. Zarnot is hier. Het werkt. Nu kunnen we ze gaan redden. Rustig maar, burgers. Wij zijn er. Ja, u hoeft niet meer bang te zijn. Jin en ik hebben miljoenen tegenstanders verslagen. De een nog sterker dan de ander. Met krachten zo groot dat ze deze planeet zouden kunnen verpulveren. Dit is geweldig. Ja! Denk ik. Wat voor ergs kan er gebeuren? Dat is best erg. Oh, hij is weer lekker. Echt heel lekker. Ja. Ik heb genoeg van jullie leugens. We hebben een grotere speelgoedkist nodig. Jij hebt mij tot leven gewekt en in een kist gegooid. Dat was ik. En jij noemde mij een pop terwijl ik duidelijk een stoere robot ben. Dat was ik. En nu zullen jullie allebei boeten. Hand tegen! Geen probleem. We hebben hem eerder verslagen en dat doen we nu ook. Funado! Transformeer! Wat? Nee! Hey, goed gedaan, krijgertje. Zeg maar prima gedaan. En hij zou eigenlijk beter moeten weten, want zo hebben we hem de vorige keer ook verslagen. En de keer daarvoor. Yang? Wacht even. En de keer daarvoor. Yang, stop! Jin, de grote mensen praten. En de keer daarvoor. Yeah! Hemeltje, lieve, help! Jij, krijgsheld, help ons! Jij hebt een draak met vier koppen verslagen met maar één vinger! Oh, dat was een leugen. Ik ben geen vechter, ik ben een wiskundeleraar. Het enige wat ik deel is een breuk. En ik heb die vrouw niet gered, maar zij mij! Schattenbout, rennen! Sneller dan de wind! Is er nog meer waar je over gelogen hebt, jij leugenaar van 16? Ik ben geen 16! Werd hij nou kleiner? Ja, toen ik de waarheid zei. Net als die wiskundeleraar en die lafaard. We moeten de waarheid gaan spreken. Jullie kunnen het! Red ons! Maar alle mensen vinden ons cool. Ze juichen voor ons. Onze leugens werken! Jin! Luister mensen, Zarnot is niet echt onze vijand. In scène gezet. Wij hebben die enorme voetenafdrukken gemaakt. Het is voetafdrukken. Het zal wel. Wij hebben die posters gemaakt. En ik heb meester Jo gezegd dat Yang bang is in het donker en dat hij pas kan slapen als zijn roze eenhoorn nachtlampje brandt. Wat? Zeg het. Zeg iets waars. Wat dan ook. Oh, chips. Die stomme vee had gelijk. Van leugens is nog nooit iets goeds gekomen. Nee! Zo, kinderen. Zie je wel, van leugens is nog nooit iets goeds gekomen, maar de waarheid zal je bevrijden. Ben jij verantwoordelijk voor dat enorme monster? Nou, dat hangt er vanaf. Waarom vraag je dat? En wie maakt mijn winkel nu weer heel? Ja, en mijn huis. Oh, tja, het spijt me maar. Ik denk dat je de verkeerde vee voor je hebt. Wauw, ze kan nog slechter liegen dan jij. Ja, want deze L die staat eigenlijk voor Lolly. Leugens! Ik zal terugkomen. Ik zal jullie vernietigen. Dat heb ik net besloten. En hebben we nog wat geleerd? Eerlijk gezegd, nee.